Dit voelde heel persoonlijk. Natuurlijk. Ja. Insane. En het ruikt nog helemaal lekker nieuw. Nee, dat ruik ik. Maar dat komt omdat jij daar bent geweest? Of is het... Oké, Snoop Dogg. Ja! Wat denk je nu aan? We hebben elkaar altijd gezien op de goede momenten, maar ook op de slechte momenten, man. Ik vind dat een dingetje, weet je. Zo, dames en heren, de video dat ik mijn auto kwijt ben, is in 22 uur 40 minuten flink viral gegaan. En veel misverstandjes, althans veel, eigenlijk één misverstand. Heel veel mensen die de vlog niet af hebben gekeken, die vlog, die denken dus dat mijn auto in beslag is genomen door de titel. Maar ik bedoel dat ik mijn auto kwijt ben voor de komende tijd, omdat ik gewoon een WOC-status heb gehad. Ik moest hem inderdaad, ik moest hem van de weg af krijgen, die auto, hij mocht niet meer rijden. Omdat ja, WOC-status betekent wachten op keuring. En hij moest dus gekeurd worden op de uitlaat, want die was te luid. Dus mijn auto, die staat nu bij Dennis op de zaak, bij Duke. En vanuit daar wordt de auto uiteindelijk gebracht naar het RDW. En die gaan hem dan opnieuw keuren. Dus ik ben hem kwijt als in, niet aan de staat. Hij staat niet in een loods van de staat of iets. Hij is gewoon nog tot mijn beschikking in principe. Alleen kan ik er de weg niet mee op. Maar hij staat daar omdat ze hem, zij gaan het voor me regelen. Ze gaan het helemaal uitzoeken en regelen voor me. Dus dat is super tof. Het was leuk om ook veel bevindingen van jullie te lezen. Hoe jullie tegen deze situatie aankijken was erg interessant. En wat ik mooi vond is dat iedereen het wel koesterde, hoe de politie en ik het afgehandeld hebben met elkaar. Inderdaad, heel feitelijk, heel vriendelijk en gewoon wel scherp op sommige punten. Dat we allemaal een beetje fel waren, weet je wel, beide partijen. Maar voor de rest, gewoon netjes als man onder elkaar afgerond. En met één dame erbij natuurlijk. Gewoon als nette burgers. Burgers en ambtenaren. Zo, ik heb knijtenlang zitten editen. Gisteren zijn we namelijk laat thuis gekomen omdat we een darttoernooi hadden van Barneveld. Dat is echt wel een bizarre sfeer om een keer mee te maken. Heel vet. En nu zitten Roy en ik hier lekker te chillen. Of niet, Roy? Althans, ik heb de hele tijd in mijn studio gezeten. Ja, ik ben aan het wachten tot we... gaan gymmen en dan doorgaan naar jouw oude appartement. Ja, of dat even moeten omdraaien. Dat wou ik echt net voorstellen. Maar het is iets uitgelopen weer. Dan gaan we gewoon eerst eventjes dat doen. En dan gaan we daarna hierheen trainen. Is goed. Ik wil wel borst trainen. Wil jij benen trainen? Ja, ik ga benen doen, man. Zoek gewoon een beetje van beide. Doe ik voor. Ik even stip maken. Okay. Jouw appartement is officieel gewoon helemaal klaar nu, toch? Ja, man. We hadden al een keer een tour gedaan in een vlog. Dus mocht je dat niet gezien hebben. Flashback! Roy. Oh, Roy. Het was zo, bro. Een beetje moest gewoon echt even... Vissengraat, hé. Ja, ziek, hè? Voor de hele vlog checken zal ik even een linkje in de beschrijving zetten. Daar hebben we echt een uitgebreide tour gedaan. Alleen dat was soort van kaal opgeleverd en nu is die echt klaar. Ja. Zo omschrijf ik het goed, toch? Ja, zeker. Dus ja, dat is maar 10 minuten hier vandaan. Dus ja, heb je ook lekker geslapen. Dat was... Even de officiële verbouwvlog ga ik nu maken voor mijn kanaal. Ja. Dus dat we hem gaan vergelijken met voor de verbouwing en nu. Ja, dus die kun je ook checken op Roy's kanaal. Ja. Zo ook even jouw kanaal in de beschrijving zetten. Eens mag. Dus dan kunnen mensen het zien voor de mensen die dat leuk vinden, die hele verbouwing. Ja. Want dat is toch wel een stukje geschiedenis. Ja, zeker, man. Voor ons dan, hè? Ja, zeker. Dus omdat Roy ook zei, ja, jij bent echt, als ik aan dat huis moet denken, denk ik aan jou. Omdat Roy en ik daar zoveel gechilled hebben, dat is belachelijk. Zoveel dagen gespendeerd hebben samen. Dat hij zei, joh, vind je het leuk om mee te doen in mijn vlog, in die verhuisvlog. Of, hoe zeg je dat? Ja, verbouwingsvlog. Ja, tuurlijk. Wij helpen elkaar altijd. Ja, dat wordt lachen, man. Altijd gezellig. Dus gaan we met jou RS6 denk ik daarheen zo dan, maar. Ik denk alleen allebei even elkaars haar doen. Althans, niet, ik wil best je haar doen, hoor, maar... Oh, dat is wel een keer grappig. Zullen we dat doen? Zullen we dat nu doen? Wow, jij gaat je haar zo niet goed vinden zitten. Nee. Maar moet ik het op jouw manier doen of mag ik mijn eigen stijl bij jou geven? Hoe jij het zou doen. Oké, dus jij moet mijn haar doen zoals jij het hebt. Ja. En jij... Nee, ik ga gewoon jouw haar doen zoals ik zou denken. Nou, dat zou ik wel lijp vinden of zo. Maar ja, of dat wil ik een keer zien. Ik wil jouw haar een keer doen gewoon zoals ik het heb. En dan... Ja, nou, is goed. En doe jij jouw kapsel bij mij. Oké, gewoon voor de spiegel. Gewoon traditioneel. Zo. Ik kan maar kwijt zijn. Ja, maar is het niet makkelijker als je daar gaat zitten? Want als je dat bij iemand anders moet doen, is dat wel makkelijker, denk ik, hoor. Dat we de camera neerzetten dat een van ons gaat zitten. Oké. Gebruik jij een kam, want dan neem ik die mee. Nee, man. Oké, zo bedoelt u, hè? Even een bakje koffie nemen, denk ik. Jij hebt ook zo'n bak koffie even maken voor ons? Even. Die heb ik nodig? Ja. God, wat leven we onszelf ook uit, Roy. Het is echt niet goed aan. Nou, bent u klaar voor, meneer? Ik ben er klaar voor. Wilt u ook gelijk een knipper erbij? En zoals ze dan bij de kapper altijd zeggen, wil je nog even een waxje erin? Of een gelletje erin? Of... Ja. Ik zeg altijd, als je bij mij gaat waxen, ben je even bezig.
De enige beurt die je kan aanbieden is een knipbeurt. Voor een grote beurt moet je naar de garage of naar een bepaalde straat in Amsterdam. Kijk, ik zie dus al een andere tactiek van hoe hij de gel pakt, weet je wel. Hij roert zo zijn vinger erin, zo. Nee, ik glijd er overheen. Oh ja. Zo, zo. Dat is altijd fijn, hè, overheen glijden. Ja, en dan wordt het ook helemaal glibbery glabber. Ja, dat gaat hoor. Maar jouw haar zit al in een soort scheiding. Ja. Dit voelt heel persoonlijk. Van nature. Ja. Ja. Ja, ik snap het je. Het voelt heel persoonlijk. Om aan iemands haar te zetten, ja, man. Dat is echt zo'n helemaal bij jou. Je hebt een ijdel, weet je wel. Maar ik doe het dan zoals ik het heb. Dus ik die kant op. Oké, dat is goed. Oh, jouw haar is hier echt niet op gemaakt, man. Ik ben benieuwd. Je hebt ook iets meer nodig, denk ik, hoor. Ja. Jouw haar valt echt naar die kant terug, man. Er moet een plakkaat ingesmeerd worden, anders gaat het niet worden. Ja, maar op een gegeven moment neemt je haar daar natuurlijk ook gewoon een bepaalde vorm aan of zo. Omdat je het altijd zo draagt. Ja, heb je ook met je lul als je mijn kant op in je broek oplegt, weet je wel. Het ziet er niet uit, man. Nee. Het is er ook niet op geknipt, dat is het. Trouwens, ik dacht dat ik mijn haar nog niet gedaan had, maar ik heb mijn haar gewoon al gedaan. Ja, ik wil dat zeggen. Bij jou is het toch al gewoon gedaan. Maar ja, maar niet uit. Nee. Godverdomme. Geluid van verplichting. Oh, dat is mijn zak wel. Erg, hè? Het ziet eruit, hè? Ja, het is wel bijzonder, ja. Roy. Dus dit is hem geworden, ja? Zijn we tevreden? Ja, maar dat is, het is jouw vorm, jouw hoofd is anders, het is anders geknipt, je hebt ander haar dan ik. Ik kan het niet bieden wat ik je wilde bieden, maat. Dat spijt me. Helaas. Wil je mijn haar nog doen? Want dat zit helemaal volgeladen met gel. Ja, dat is lastig dan. Ik dacht dat ik mijn haar nog niet gedaan had, zo voelde het. Maar inderdaad, er geen gel in zit, dan kan ik het wel doen, maar. Die houden we te goed. Dames en heren, als jullie dat graag willen zien, laat het weten. Wil je het niet zien, laat het ook weten. Jeroen, die gesmeert het gelijk zelf even goed. Dat is nog wel redelijk te doen. En nu heb je wel even een kammetje nodig, denk ik. Ja, maar je haar is echt knipt om naar achter te vallen, man. Kijk, dit ziet er een stuk beter uit, man. Ja, dit is veel beter, man. Ja. Die is trouwens echt een topspiegel, man. Als je deze ook aanklikt, je kan hem ook dimmen, je kan hem helderder zetten. Je kan hem op wit zetten of op geel. Dat is lekker, man. Dat zijn van die goede spiegels. Dat van die lampen erin. Dat vind ik altijd fucking chill. Ja, dan word je compleet overal belicht. Eigenlijk wil ik dit vandaag even in elkaar zetten. Alleen, dat gaan we morgen wel lekker doen. Daar heb ik veel meer tijd voor. En daar wil ik ook echt even de tijd voor nemen. Gewoon mijn eerste, ja, ik heb natuurlijk één tuinmeubel nu, die picknicktafel. Maar dit is de real deal wat hier allemaal staat. We gaan eerst eens even kijken bij Roy's appartement. Hey Roy, als we zo aankomen bij jouw gebouw. Ga je dan wel jouw manier van lopen doen als entree in het appartement? Daar kunnen we best even een segmentje van maken. Daar zijn we! Voelt vertrouwd, zeg. Voelt dat vertrouwd? Ja, echt wel. Lekker, maat. Oh, zo lekker. Even de hemel jullie bijna zo overbelicht was het. Dit is trouwens insane. En het ruikt nog helemaal lekker nieuw. Goed, hè? Al die LED-verlichting ook overal. Ja. Super ziek, guys. Ja. Ja, shout-out naar Ido. Die heeft het eventjes helemaal voor mij schoongemaakt. Je bent een soort van de huismeester af en toe. Dan komt hij even langs om het hier even te onderhouden. Hij vroeg aan mij, mag ik uit de klas? Ja, ik ga naar huismeester. Ja, voor Ido natuurlijk ook gisteren af. Want ik kan hier af en toe even lekker piano pingelen. Piano pingelen? Ja, deze bank komt ook bekend voor. Die ken ik in het groen ergens. Zo, dat is waar ook, ja. We hebben gewoon exact dezelfde bank. Ja, weet je niet hoe dat is gegaan, maat? Jawel. Jij zei, die bank zit zo lekker, die moet ik ook hebben. Je zegt het, en toen denk ik, oh ja. Maar wat is het geweldig geworden, zeg. Ja. En het rare is, je hebt er helemaal nog niet in gewoond. Alleen helemaal kaal heb je er heel lang in gewoond. Nee. Maar ja. De optie wil ik dus wel ophouden, dus vandaar dat ik het gewoon nog lekker zelf hou. Weet je, als het financieel allemaal kan. Ja, weet je wat het is? Je betaalt nu maandelijks een dubbele hypotheek, maar je bent dus ook maandelijks aan het aflossen. Dus elke maand wordt het huis weer een stukje meer van jou. Eigenlijk als het niet nodig is, moet je stenen nooit wegdoen, toch? Zo is het. Dat vind ik echt. Dus ja, dan heb je ook wel een soort van drive dat je maandelijks toch het voor elkaar moet boksen om elke keer weer die dubbele hypotheek te kunnen betalen. En het is dan maar goed dat je geen stratenmaker bent geworden. Ja, vet man. Het ruikt ook zo lekker nieuw, hé. En die keuken en ja, geweldig. Geweldig kast hier gebouwd zo. Nou, in die andere vlog hebben jullie het al kunnen zien, alleen toen was het een stuk kaler. En nu is het natuurlijk echt gewoon
helemaal aangekleed en opgeleverd en alles staat, alles doet. Ja. Hier barkrukken, kijk. Die verlichting ook overal, hey, damn bro. Kijk, zoals een bijpassend zeephoudertje. Helemaal mooi. En waar ga jij nu heen lopen? Ja, we gaan weer even een beetje gluren, man. Ja. Dat is toch raar of zo. Dat het gewoon voor mij is. Zo, het stinkt hier. Dat is de enige plek die dus niet zo lekker ruikt. Nee, dat ruik ik. Maar dat komt omdat jij daar bent geweest? Of is het... Hey, hier is trouwens ook dat toilet. Oh ja, werkt goed hoor. Ik denk dat dat komt omdat de toiletten dus niet gebruikt worden. En als dat lang stil staat, het water... Dat klopt, dat heb je ook met wasbakken en dat heb je ook met van alles en nog wat. Ja, er zijn dus wel nadelen van als er inderdaad niemand woont. Dan heb je dus dat soort dingetjes, weet je. Dit is ziek, hè? Okay. Hier hebben we toen wel een avondje ingezeten, toen dat net af was. Dat was echt vet, ouwe. En Bassinaria gekeken voor ons leven. Ja man, ja, dit is altijd de kamer waar ik tukte op een paar tuinkussens. Is dit nog jouw oude bed? Ja man, die heb ik gewoon laten staan. En je oude tv? Oude tv, ja, dat is allemaal nog voor mij. Wat knap dat ze daar gewoon zo omheen verbouwd en gestuukt hebben, joh. En nu komt het praaltje als de deur open gaat, hoor. Was dit toen al af? Ja, hè? Ja, dit was toen ook al af. Alleen, dit is echt groot. Het is wel waanzinnig, hè? Het is echt super. Helemaal nu de puntjes op de i gezet zijn. Het is echt super. Vooral dit hoekje. Yo, dit had ik nog niet gezien, nee. En dit had ik nog niet gezien. Zo. Oh, heb je dat helemaal niet gezien? Nou, ik kan me niet heugen. Misschien wel, maar... Ja, vet, hè? Super dik. Wee, yo. Het is echt super mooi. Ja, maar krijg je dan nu niet totaal van die... Krijg je niet van die buikriebels dat je denkt van... Ik wil gewoon nu echt hier even weer tijdelijk wonen. Of dat je afwisselt of zo. Dat gevoel. Gaat goed. Oh. Nee, maar dat gevoel dat heb ik best wel vaak gewoon. Ik denk van zo. Ik zou hier gewoon misschien ooit nog wel een keer willen wonen, weet je wel. Ja. Precies om die reden hou ik dus ook de opties open door het gewoon lekker van mezelf te houden. En. Ik heb altijd het gevoel dat je hier de enige op de wereld bent, man. En dat je niet aangevallen kan worden tijdens een zombie-apocalypse. Ja, dat je hier laat wel heel veilig zitten. Ja. Ja, het is gewoon... Al die verlichting overal, man. Ja. Dus ja, vandaar ook nog steeds de eeuwige twijfel. Wat ga ik ermee doen? Ik ga het zo niet verkopen. Je hebt ook die... Wil ik het dan verhuren? Ja, dan heb je weer te maken met ook bepaalde regel en wetgeving vanuit de bank. Waar je aan moet voldoen. Dus dat is ook niet zomaar even gedaan. Dan denken mensen wel eens van, nou, dat vuur toch, dat is morgen geregeld. Maar tot die tijd zie ik het gewoon als van, joh, ik ben er gewoon blij dat ik nog een huis heb. Ik bedoel, deze kamer, de logeerkamer, die is helemaal lijp gemaakt. Ja. Dus, maar dat moet je maar zien in jouw vlog. Oh ja. Van jouw tour. Ja, toch? Ja, we laten niet alles zien. Nice. Die is dus super lijp gemaakt. Hele vette slaapkamer geworden. Daar staat het Royce studio voor de Ootje kijkers. Is ook helemaal aangepakt. Dus jullie kunnen Royce vlog voor de rest checken. En dan gaan wij nu even voor hem wat opnemen. Ja. Dat is een verbouwvlog. En dan gaat hij alles in benoemen. Wat er gedaan is. Hoeveel het gekost heeft. Met welke partijen die dat heeft gedaan. Enzovoort, enzovoort. En die partijen die hier aan gewerkt hebben. Die hebben ook een partij mooi uitzicht gehad. Hè, al die maanden. Dat blijft altijd denk ik het zieste van dit appartement. Je bent de enige in een hoog gebouw hier. Ja, dit zien. Ik zou net zo naar buiten te kijken. En dit is echt typerend Nederland. Allemaal van die bloemenvelden erachter. Wow. Fucking ziek. Hey Roy, dat heb ik nog niet eerder gezien. Nee, zo ook niet. Zo niet, man. Ik heb wel gehoord dat Adele fantastisch klinkt op deze piano. Wist je dat? Nou, echt? Is het zo? Ja. Nou, wat vind je zelf het mooiste nummer om te spelen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Heb je een voorkeursnummer of eentje die in je opkomt als je denkt van... Als ik piano speel ik graag dit nummer? Nee, dat gaat in een soort van fases. Net okay. Zoals dat jullie dat een beetje hebben met auto's, heb ik dat met... Dat hebben we nooit meer last van dan ik, denk ik. Maar ik weet niet, je hebt gewoon... Net zoals dat je muziek luistert, luister je bepaalde nummers, luister je heel vaak. Dat heb ik met piano spelen, maar... Okay, wat is nu je huidige fase? Of is dat alleen dat ding dat naast je staat op de grond? Ken je Snoop Dogg? Is dat ook een verhaal? Ja, ik heb dus niet de familiegroeps-app gekeken, maar ik denk dus dat het de familie-barbecue is die ik nu gewoon even mis.
Dat idee krijg ik. Mijn telefoon is al de hele dag leeg en ik heb hem meegenomen hierheen, maar ik kan hem net uit opladen. Ik heb hem nog de hele dag niet op gezeten. Maar ja, ook, ik heb niks gezegd. Hij was er nog wel vanochtend. Ja, maar dat is ook typisch opkom daar niet over na te denken. Die denkt gewoon, ik moet daar zijn. En daar houdt het op. Weet je wel? Dat is klopt, gewoon, ja. Dus hij is daar. Nou, ik kan het even niet vinden. Misschien de andere groepsapp? Wacht. Nee, denk ik niet. Ik denk gewoon dat, dat mijn opa en oma er gewoon zitten. Maar ja, ik zag ook volgens mij mijn tante zitten zo. Het gaat altijd een beetje random. We wonen allemaal om de hoek. Ik wil niet zeggen, die wonen letterlijk... Loopt allemaal bij elkaar binnen, weet je. Een paar afstand van elkaar natuurlijk allemaal. Ja. Video voor Roy opgenomen. Zeer geslaagd. Ja, zeer geslaagd. Ja, uitgebreide uitleg in de details. Ja, ook over wat nu met het appartement en zo willen altijd heel veel mensen weten. Wat is de volgende stap? Wat is de volgende stap? Ja, dat moeten ze maar in jouw video checken, ja, toch? Ja, inderdaad. We gaan niet alles spoilen. We hebben het wel over gehad namelijk. Ja, zeker. En nu gaan we naar huis, want als het goed is, als wij zometeen thuiskomen, staat er op de oprit Pokeballs op ons te wachten. Die heb ik besteld. Ik had erbij gezet, joh, mocht ik nog niet thuis zijn. We hebben het net besteld, dus misschien moet het nog komen. Maar mocht ik niet thuis zijn, kan je het neerzetten op de stoep. En dat doen ze sowieso. Ik ben benieuwd aan de Squirtle, man. Ik heb al een challenge shot gehad, en dan nu gewoon een keertje Squirtle. Ik ben benieuwd. Ja, heb je zoveel trek in die Pokeball? Ja. Je team. Hey Roy, dit is nog het enige oude wat over is. Ja. Telefoon. Dat weet ik niet. Oh, nee. Weet je waar ik dus achter kwam? Waar kwam je achter, Hiddo? Kijk dit. Rob, je kan nu gewoon het schermpje bekijken. Gewoon zonder dat we aangebeld worden. Dat wist ik al lang. Dat wist je toch al lang? Inderdaad, dan moet jij weten hoe vaak heb je hier gemaft, ouwe. Ja, ik wist niet dat dat kon. Misschien moet je het wel in de zon doen dan. Oh. Ken je deze al? Nee. Dat is ook een nee. Man, ik ga gewoon stukken om hoe, eigenlijk hoe we hier als 12-jarige staan ons beste van maken. Je ziet toch een diertje erin, of niet? Ja, een soort eng wezen, ja. Zonder ja. Tanden. Hey, dit is nog oud, man. Nee! Nee! Roy, jongen, echt, hij zit weer helemaal in zijn rol. Mooi, vind ik het allergrappigste. Het allermooiste wat ik vind, is dat je zal nooit wijken van je rol. Nee, zeker. Dat is het gewoon. Je zal nooit, als hij er helemaal mee begint, dan gaat hij niet tijdens lachen. Oh, en als hij lacht, dan stopt hij ermee. Oh. Maar hij gaat altijd door. Gaat trouwens wel even. Wat? Oh, moet je heel veel nostalgisch momentje creëren? Kijk, gast, wow, weet je, kijk nou even. Hey, ik kreeg gewoon helemaal, ik kreeg gewoon hier even een flashback. Ik dacht, pas op met die katten, dat is het eerste wat ik dacht toen je die deur opende. Maar dat is helemaal niet van toepassing, want die katten die wonen hier niet meer. Ja, dit is toch waanzinnig, gast. Ik moet ook zeggen, ik heb lang moeten wennen aan je nieuwe huis. Ja, man. Voel me er nu helemaal tip-top. Het zou ook raar zijn als het niet zo was, maar ik heb echt lang moeten wennen aan je huis, man. Echt lang. Omdat dit was echt de place van Roy gewoon. Wat denk je nu aan? Ik ben helemaal kalm van, man. Ik denk dat jij die lounge hebt misschien in de 2,5 jaar dat je hier gewoond hebt, 5 keer hebt gebruikt. Of is dat te veel? Ik ben één keer op de hoek van die lounge bij. Die slaap gevallen, toch? Van hier zo. Een klein beetje proberen te schetsen hoe ik erbij lag. Yo, je lag er gewoon normaal bij dus. Ja, gewoon zo. En toen werd ik echt op een gegeven moment wakker gemaakt zo. Iedereen was weg. Toen werd je wakker gemaakt als iedereen weg was. Met mijn ex werd ik wakker gemaakt, weet je wel. Oh, ik stond echt helemaal verstrooid op. Het was echt 5 uur 's ochtends of zo. Toen ben ik wakker op een camping. Oh. Deze kratten staan er ook al 20 jaar, joh. Echt. Zo, daar zit ook in een story. Weet je nog dat we hier een pepermunt challenge hebben gedaan? Ja, voor 100 euro, toch? Gingen we nog pinnen? Maar... Ah, zo. Ik had het verloren. Dat is denk ik het enige spelletje wat ik ooit voor je gewonnen heb. Ja. Ze hebben dus ook de liften gerenoveerd. En dat is ook helemaal... Net, welkom in de ziekenhuislift. Ja. Ja, ja, toch? Ze hebben al ziekenhuislift. Top, hè? Jongens, ja, top. Ik heb ook mijn camera laten vallen. Let op, hij is helemaal kapot. Kan je dat zien op beeld? Dat kan je niet zien. Ik hè? Vind het nog steeds wonderbaarlijk dat hij het überhaupt doet.
Gast, dit is het langst wat ik ooit met een camera heb gedaan in mijn YouTube-periode qua vloggen. Echt insane. Ja, wacht, misschien met een aansteker erop. Een aansteker? Flashlight. Die heb je ook in je nachtkastje, toch? Een flashlight? Handig voor in donker, een flashlight. Ja, dat is wel leuk trouwens. Even kijken, als ik zo doe. Kijk, dit. Dat ga je niet kunnen zien. Ah, hoe moet ik nou echt even kunnen dampen in even. Ik ben nou, in ieder geval mijn hele lensrand is eruit gevallen. Ja. Ja, je loopt al aardig te dampen, alleen nu nog vanuit onder. Dat doe ik echt niet meer zoveel, man. Als voor. Hé, hey, je kan je uitdrinken. Een mug. Bye. Dit was ook altijd zo, je moet altijd wachten tot Roy hierheen rijdt. En dan pas kan je instappen, want ja, hij parkeert langs de muur, dus kan hij instappen. Ik heb zoveel trek, dat heb ik bijna nooit, dat ik gewoon aan niks anders kan denken dan eten. Gewoon in mijn hoofd, als je nu gewoon een soort scanner erop zou doen, zou je alleen het woord eten zien gewoon. Of die pokeball, een plaatje van die pokeball, denk ik. Zeeuw. Dat zei ik ook, Roy, dat je altijd zo moet wachten, weet je wel. Ja, ja, klopt inderdaad. Al die dingetjes, krijg ik weer helemaal die vibe, man. Ja, man. En altijd, het ligt eraan welke auto je had, want je switchen natuurlijk om de 2 dagen van wagen. Dan gingen ook al die scooteralarmen af, weet je, als je dan je auto startte. Met die R8 altijd. Ja, omdat hij zo gant in die garage. Zo, dat was echt niet normaal. Dat je nog die rode R8. Het is en blijft toch bijzonder om hier te komen, man. Ja? Ja, echt zo'n nostalgisch gevoel. Ja, maar maat, hier heb niet jij je... normaal, man. Dit is de eerste woning die je ooit gekocht hebt, gelijk een hele lijn. Voor het eerst ook samen gewoond ooit. Ja. Voor het eerst heel veel dingen daarin gewoon meegemaakt, man. Op jezelf leren wonen. Zo. Heel erg je carrière uitgebreid, natuurlijk. Ja, je bent van een jongen ben je naar een man gegaan. Ja. Focusdrink gestart, inderdaad. Het is... Vrienden gemaakt, vrienden verloren. Heel veel, man. Jezus. Ja, wat kunnen mensen je toch teleurstellen in het leven. Welkom bij de club, maat. Maar daar word je alleen maar beter van, want daar leer je weer van. Mensenkennis is nooit verkeerd, hè? Ja, we hebben echt wel weer even veel bijgepraat, man, de afgelopen dagen. Het voelt heel goed, ouwe. Wij? Ja, man, het voelt echt heel goed. Ik moet zeggen, het heeft me heel goed gedaan, man. Ja, mij ook, man. Ik praat nooit heel veel. Gewoon in ons leven gebeurt toch gewoon ook wel bijzondere dingen of zo. En dat is lang niet altijd allemaal positief, maar het is gewoon fijn dat we dat ook gewoon met elkaar bespreken, weet je. Dat is fijn. Ja, ik bedoel, ik praat natuurlijk voor mijn beroep heel veel, maar ik praat op die manier niet zo heel veel. Nee. Vooral naarmate ik ouder word steeds minder. Mm-hmm. Dus ik kan dat echt maar met een paar mensen, man. Jij bent daar één van. Dus ik moet ook zeggen dat dat mij ook persoonlijk heel goed heeft gedaan. Ja, en ik ben al helemaal blij om te horen dat het jou ook goed heeft gedaan. Heeft ja, 100%, man. Het is er bij mij nog. Hoe wij gewoon in bepaalde situaties met elkaar omgaan, dat is gewoon heel goed om te zien. Ja, man. Yo. Zijn jullie al ver weg, of niet? Ja. Want ik zit te denken, we hebben geen thumbnail gemaakt. Dus dat op zich nog op te lossen door foto's te gebruiken die Robert heeft. Maar hoe wil je dat doen met je Insta-post? Hij is wel scherp, die Ido. Ja. Ja, alleen een beetje laat. Ja, ik denk dat je wel een paar goede screenshots kan halen hoor, uit je video voor je thumbnail. Alleen die post is wel kut, inderdaad. Ja, dan moeten we er gewoon nog een keertje even langs gaan. Ergens volgende week of zo. Doen we niks uit toch veel samen. Dus dan rijden we wel even een keer weer langs met die hele shirt. Ja, er gebeurt gewoon veel. En ik vind dat we allebei hele positieve ontwikkelingen hebben gemaakt. Gewoon in hoe we nu in het leven staan, hoe we er naar kijken. Ik bedoel, bij mij is er natuurlijk ook veel veranderd. Ik kom uit een 4-jarige relatie. Net nu een half jaar single en zo. Dus in mijn vlog hebben we dat nooit echt verteld. Nee, we hebben het nooit echt over gehad eigenlijk. En dat is altijd via jou, als je jou volgt dan wel. Ja. Maar als je alleen de vlog volgt, dan is Roy nu al inmiddels een half jaar single of zo. Ja, half jaar, ja. Dus ik zie een heel andere Roy, in een goede zin. Dus dat is mooi, man. Je hebt veel ontwikkeld. Ik ben heel blij voor je. Ja, maar voor jou ook, weet je. Ik heb jou ook in heel veel hoedanigheden gezien in de afgelopen tijd. Hoedanigheden, ja. Ja. Goeie verwoording, inderdaad. En dat was ook lang niet altijd positief. En dat heb je altijd gewoon heel goed... kunnen verbloemen, vind ik, met ijzersterke vlogs die je hebt gemaakt. Daar heb ik gewoon heel veel respect voor. Ja, ben jij liever een verdrietige winnaar of een verdrietige verliezer? Ja. Dan kan je beter voor de winnaar kiezen. Nee, ja, absoluut. Absoluut. En weet je wat het is? Het leven leert je dingen en alles moet wel gebeuren met een reden. En je kan sowieso trauma of ellendige gebeurtenissen altijd omzetten in iets goeds. Ja. Want je leert altijd wat. En
En als je daaruit uit iets negatiefs kan je altijd iets positiefs halen. Ja. En wij hebben dat gewoon heel erg gezien bij elkaar, man. Ja, zeker, man. We hebben dat gewoon heel erg meegemaakt bij elkaar. Ja. En wij vertellen elkaar eigenlijk ook vrijwel alles. Ja, en dat zeker. Heb ik bijna met niemand zo'n soort relatie. Nee, ik ook niet. Dus dat is gewoon... Op het level waarop wij dingen met elkaar bespreken, heb ik het letterlijk denk ik met niemand anders. Nee, dat denk ik ook niet, man. Nee. Maar ja, het is gewoon heel mooi, man. Ja, het is natuurlijk ook een fase geweest dat je even wat minder in het vloggen zat of dat je even met wat andere dingen bezig was. En zo zie je maar weer dat je er uiteindelijk gewoon echt sterker uit kan komen als je gewoon de juiste mensen om je heen hebt en heel belangrijk, de juiste mindset blijft hebben, weet je. Want nu zit je gewoon weer helemaal in het vloggen. Je haalt er weer fucking veel energie uit. Je views gaan weer helemaal door het dak heen. En mensen vinden het leuk. En wij vinden het leuk. En we hebben niet eens meer door dat we soms aan het vloggen zijn. Nee, maar dat is ook belangrijk dat voor de mensen om je heen. Het moet wel echt zijn. Maar dat is juist de reden dat ik elke keer ook sterker eruit kom. Het komt altijd op jezelf aan. Ja. Maar als je een paar zetjes in je rug krijgt, dan wordt het je wel makkelijker gemaakt. Ja, en het geldt voor jou en voor de rest van de mensen om je heen. Jullie zijn altijd eerlijk. Ja. En we zijn allemaal eerlijk tegen elkaar. Daar heb ik het meest aan. En of het nou kut is of goed, het is allemaal welkom. Ja, het is heel belangrijk, man. Heel belangrijk. Ja, en jij bent natuurlijk ook in de afgelopen tijd tot heel veel nieuwe inzichten gekomen. Ook met mensen om je heen of waar ik het net ook bij mij over had. Ja, dat en zijn allemaal dingen die je niet plant, maar het gebeurt. En dan moet je ernaar handelen, weet je. Dan moet er iets gebeuren. Je moet er iets mee, je kan het wel wegstoppen, maar dat heeft geen zin. We hebben elkaar altijd gezien op de goede momenten, maar ook op de slechte momenten, man. Ja. Daar zijn we ook altijd voor elkaar geweest. Dat kan ik echt 100% beamen. We hebben het ook niet eens door, we zijn volgens mij nu alweer de afgelopen 4 dagen samen, zo 3, 4 dagen. Ja, joh. Ik veel, ja. En natuurlijk had je ook nog Frankrijk, daar zat ook maar een hele korte pauze tussen uit dat we elkaar dan even niet zagen. En ik vind het helemaal geweldig dat jij een dakbord hebt thuis. Dat heb ik nu ook echt helemaal ontdekt gewoon. Maar het leven is ook gewoon zo bizar. Ja, man. En je moet er echt van genieten, ouwe. Nou ja. Ja. Dat, Ik vind dat altijd wel een dingetje, weet je. Omdat de insteek wordt vaak verkeerd begrepen. Als je een beetje een kwetsbare kant laat zien. Dus daarom doe ik dat ook niet vaak in mijn vlog, weet je wel. Omdat, ik bedoel het niet als zeiken. Maar zo nee, wordt maar wel misschien opgevat. Ik denk juist dat het heel erg wordt gewaardeerd als wij eerlijk zijn. En dat wij ook eens kunnen laten zien als het een keer wat minder gaat of als we ergens mee gestruggeld hebben. Oh, maar dat doen we ook wel, ja, denk ik. Alleen juist... tot op bepaalde hoogte. Ja, zeker. Tuurlijk, je geeft niet jezelf helemaal bloot, maar... Wij laten ook heel veel niet zien en dat klinkt misschien heel stom als je de vlog kijkt, maar... er zijn ook heel andere kanten van ons, weet je wel. Ja, zeker. En het is niet dat we die verbergen, maar je hebt ook gewoon nog een ander leven daarbuiten. Ja, de dingen waarmee wij struggelen... dat is natuurlijk iets relatiefs. Ik bedoel, dat is iets waar veel meer mensen ook mee struggelen en zo. Dus ik denk ook juist dat het helemaal niet vervelend is als we daar zo nu en dan nee, maar het voelt altijd te snel als zeiken terwijl je in een luxe positie zit. En ook heb je daar voor een heel groot gedeelte zelf voor gezorgd. Geluk is ook een factor, maar je wil dan niet snel zeiken. Dat heb ik. Ja. Alles voelt snel als zeiken, omdat je gewoon jezelf in een bepaalde positie hebt gewerkt met het nodige geluk. Ja, dan vind ik niet zo snel dat je dan... Ja, absoluut. Maar lang ook niet alles heeft te maken met de positie waar wij naartoe hebben gewerkt. Sommige dingen hebben ook gewoon te maken met het leven in het algemeen. Klopt. Iets wat net zo goed een ander zou kunnen overkomen die helemaal niks met YouTube doet of te maken heeft, snap ik bedoel. Zeker waar, maar dat is toch wel lastig, weet je wel. Kijk, stel je voor, je maakt iets fucktaps mee, terwijl je het op heel veel andere vlakken fucktap hebt. Dan is dat een enorme setback, weet je wel. Want ik zei net toevallig nog tegen Don, ik zeg, vrij zijn is iets anders dan je vrij voelen. En dat vrij voelen, dat begint nu gewoon langzamerhand te komen. Dat ik ook gewoon meer overal en nergens ben. En gewoon, ik weet niet, gewoon weer wat meer mezelf wordt of zo. Wat meer... Ik heb nog nooit deze rooi gezien. Je bent absoluut de beste versie die je ooit voor jezelf geweest bent, man. Ja, thanks, maat. En ik merk het ook gewoon aan mezelf, man. Ik heb gewoon weer veel meer energie op een dag en zo. En ik wil zeker niet mijn ex nu slecht neerzetten. Dat is niet wat ik hiermee wil zeggen. Nee, maar als het niet werkt, dan werkt het niet. Een relatie kan gewoon veel energie ook kosten, weet je wel. Zeker gewoon als het even een periode wat minder ging. Als je op een gegeven moment geen energie er meer van krijgt, maar dat het je kost, ja, dan je weet daar niet uit te komen. Ja, dan is het niet anders, weet je wel. En ook dat dus, weet je, daar kunnen we ook heel makkelijk in levelen. Ik bedoel, Don, weten we natuurlijk ook allemaal. Die heeft ook wat ex gehad. En daar hebben we natuurlijk gewoon veel over gehad.
En dat is iets moois, dat je binnen je werk gewoon zo erg levelt in wat je doet en wat er allemaal bij komt kijken. Maar ook dus op privévlak, daar stonden we net gewoon eventjes bij stil. Ik had het net echt toen ik voor mooi uit stond te kijken naar het zonnetje met dat mooie bloemenveld. Flitsen er even heel veel dingen door mijn hoofd heen, man. Heel raar was dat. Ja? Ja. Ja. Nou, is toch goed? Heel mooi. Af en toe stilstaan. Dat is echt een heel mooi moment, man. Stilstaan bij dingen, dat is totaal niet erg. Echt een van de eerste keer ik dat ooit heb gehad, denk ik. Ja? Ja. Dat zo'n vertrouwde plek is voor mij. En dan sta je daar, maar dan in een hele andere hoedanigheid. En heel andere periode van je leven. Periode van je leven. Je loopt toch eigenlijk een soort hok binnen waar je verleden ligt. En, ja. Maar je bent een nieuwere versie van jezelf. Dus dat is best wel beladen, lijkt me in ieder geval, in jouw schoenen. Ja, best wel... Het is toch best wel een soort van emotioneel moment of zo, heel gek. Fijn dat je ervan geniet in ieder geval, omdat je het niet ziet als iets van oeh. Ja, en nu gaan we lekker pokeball shoppen. Pokeball. Alsof ons leven ervan afhangt. En dan gaan we eens eventjes die gym voor jou flink onder handen nemen. Hallo Braal. Braal? Oh, ik wou zeggen. Wat wou je zeggen? Nee, ik wou wel zeggen, van, gaat niet open. Nog in. Wat voel ik me dom. Ik kan alleen maar aan eten denken. Staat het er? Staat er niet eens of wel? Staat er niet. Maar. Oh, het staat er wel. Oh. Waar dan? Oh, yes. Ja, we stopt al. Ja, lekker. God, voel ik me een idioot. Dat ik daarin trapte, zeg. Ik moet eten. Ik heb vanavond maar één ding. Ik bedoel, zeg maar van. Ja, hou je mond. Ja, ik denk, het staat er niet. Maar gelukkig. Het camoufleert wel echt als een gek. Ja, het camoufleert gewoon, ja. Zo. Nou, dat pakketje zou ik wel even mee naar binnen nemen, misschien echt. Ja, de rest laat hij staan hoor, dat neemt hij niet mee. Oh, dat. Heb ik wel echt zin in, bro? Heb je echt zin in, bro? Normaal, bro. Hoe snel gaat dat in je wafel? Ja, dit gaat wel echt even opgebund worden. Maat, eet smakelijk. Eet smakelijk, ouwe. Pokeball zalm. Pokeball chicken met wasabi mayo. Die wasabi mayo, die is toch een partij geweldig. Dat is partij. Die pleuren we er helemaal overheen. Soja erbij. En schappen. Oh, ik loog niet. Het moest. Het was bijna dwang. Ik heb zitten eten. Ik kan me amper herinneren nu al hoe het proefde. Roy is pas... Ik kan het niet de helft niet eens. Hoe kan dat? Kan dat? Maat, ik had zoveel trek. Wow. Ik trok het bijna niet meer. Dat heb ik echt zelden. Jongens, we gaan weer lekker rammen. Chest day en leg day. Mr. Hamstring, jongen. Kijk, we gaan. Oi. Goeie training gehad? Ja, heerlijk, man. Ja? Ik voel me nu helemaal zo. Het zijn die ogen, het is zoek. Oh. Zo, kijk nu gewoon normaal. Wat mooi. Ja, helemaal. Ah, ik kan het niet bij. Oké, dames en heren, dat is dan. Morgen ga ik de hele dag met mijn ouders zijn hier in de tuin. Gaan we aan het werk. We gaan de tuinmeubels in elkaar zetten. En het is een stuk mooier dan ik had verwacht. Dus ik hoop dat jullie dat ook vinden. Wees er morgen bij om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan tot de volgende video. Later, toppers. Zo herkenbaar. Zo moeilijk mogelijk gezichten trekken.